ik stoor me aan dat migraineblauw en dat hoofdpijn oranje. Dat is nu door de heel Hengelo-Noord is, zijn die dingen neergezet. En ik ben hardloper ook en ik kom dan regelmatig kom ik die dingen langs. En je blik wordt onmiddellijk getroffen door deze, ja, ik noem het maar broodtrommels. Ja, waar stoort u zich met name aan? Opvallende kleuren. Ja, ik begrijp het wel. Oranje, dat is die kleur van Plastic Hero. Daar moet je plastic in en dat blauw is dan voor papier. Ik begrijp het wel, maar ik vind ze zo ontzettend lelijk. Zo een dissonante in de wijk. Daar moet daar iets aan gebeuren. In andere steden waar ze datzelfde probleem hebben, zoals rond het Rijksmuseum Amsterdam bijvoorbeeld, daar hebben ze daar op die containers hebben ze de nachtwacht aangebracht. En op andere containers in Nijmegen, geloof ik, hebben ze een dieren opgeschilderd. En op die manier die containers aantrekkelijk gemaakt als een soort straatmeubilair in de stad. En dat kan dus ook. Ik kreeg al suggesties van, Hengelo heeft hele mooie pandjes gekend, is vroeger. En waarom daar bijvoorbeeld het oude stadhuis of zo, omdat weer die zijn genoeg foto's van, om die daar weer op aan te brengen. Maar je kunt ook iets ludieks doen met koeien erop of zo. En, er zijn ideeën genoeg in elk geval om er wat mee te doen.